De United Tour Guides Suriname heeft gisteravond voor de eerste keer de Wereldgidsendag gevierd. Ze heeft in dit kader een Tour Guide Award 2017 uitgereikt aan twee Surinaamse gidsen. De uitreiking vond plaats in Tori Osso. De awards zijn uitgereikt aan Hugo Joshua en Lindy Aboyconi. Deze gidsen waren niet aanwezig om een award in ontvangst te nemen, omdat ze hun eigen tours hadden. Errol Gezius, secretaris van de organisatie, zei dat de Tour Guide Award 2017 niet alleen door een voorbeeld van een uitreiking in Frans-Guyane is ingegeven, maar ook door een video van een van de tourgidsen die doorgestuurd is op social media. Een filmpje verscheen van Hugo Joshua, ook bekend als Captain, op het net of op Facebook. Uh, het werd doorgestuurd. Um, en in feite de, was er. Plotseling een soort hilariteit ontstaan, uh, mensen begonnen te lachen. En eigenlijk hebben we goed gekeken naar dat filmpje. Um, een paar weken geleden kwamen we in ons op uh, om te zeggen van weet je wat, we moeten iets doen om deze negatieve berichtgeving een beetje te transformeren naar het positieve. De manier waarop deze gids uh, uh, zijn, zijn zaak presenteert, daar kunnen vele gidsen een voorbeeld aan nemen. En dat is dat, dat weten we allemaal, dat hoef ik, niet, uh, ja, dat hoef ik geen geheim van te maken. Errol Gezius, secretaris van de United Tour Guides Suriname. Yves Chonsaki, voorzitter van deze gidsenorganisatie, gaf aan dat Hugo Joshua en Lindia Boyconi bijzonder goed werk leveren. De organisatie zorgt er volgens hem voor dat professionaliteit en het gidsenwerk in Suriname worden behouden. Dit kan bereikt worden door het verenigen van gidsen, zei Chonsaki. En gezamenlijk bruggen slaan naar diverse stakeholders. Wij alleen gaan het niet kunnen doen. Dus daarom dat wij het, ja, het hele jaar door eigenlijk continu bruggen proberen te slaan met verschillende organisaties. Met wie kunnen wij samenwerken om het werk gemakkelijker te maken en één vuist te vormen. Want we staan voor Suriname. We staan niet alleen voor onszelf. Het gedeelte toergidsen is een heel belangrijk onderdeel binnen toerisme, maar het is niet het enige onderdeel binnen toerisme. Er zijn nog heel veel andere elementen die daarbij komen kijken, waarbij wij het bruggen moeten slaan om succesvol toerisme Suriname op de kaart te kunnen zetten. Yves Jonsaki, voorzitter van de United Tour Guides Suriname, gisteren in Tori Orso tijdens de viering van Wereldgidsendag. In dit kader zijn er twee awards uitgereikt.